Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen week kreeg de pers een kans om het gerechtsgebouw in Breda eens van binnen te kunnen bekijken. Na de succesvolle opening was dit eindelijk de kans om te zien hoe het gerechtsgebouw er nou echt uitziet. Ja, u bent de Rijksbouwmeester. Kunt u uitleggen wat dit inhoudt, wat deze functie inhoudt? Nou, in principe is de Rijksbouwmeester verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Rijksvastgoed. Dus we zeggen alle ministeries, maar ook gerechtsgebouwen, verbouwing van het Binnenhof, etc. Daarnaast adviseert de Rijksbouwmeester ook het kabinet op het gebied van architectuur, landschap of stedenbouw. En een Rijksbouwmeester mag naast het gevraagde advies ook ongevraagd advies geven. Dus eigenlijk een hele brede functie. Het sleutelwoord is telkens kwaliteit, architectuur, landschap. Kunt u iets vertellen over het proces voorafgaand aan de bouw van het gebouw en vanaf dat u wist dat u deze opdracht zou krijgen? Ja, het is wat, zoals ze dat noemen, een design, build, finance, maintain, operate project. Dus dat is een project met een contractduur van 30 jaar waar een consortium het ontwerp maakt, het bouwt, de financiering regelt. Dus die betalen de bouw vooruit, die zorgen voor het onderhoud en onder andere ook voor de beveiliging. En wij hebben hier een heel mooi nieuw gerechtsgebouw gekregen. Wat is uw rol daarin geweest, of vanuit het Rijk, wat is de rol daarvan in geweest? Nou, het is natuurlijk een gebouw wat opgezet is door het Rijksvastgoedbedrijf. En daarmee onderdeel is geweest van de discussies met de stad. Om te kijken waar moet dat gebouw precies komen, hoe moet het eruit gaan zien, welke functies krijgt het, wat wil de stad uiteindelijk. Welke architectenkeuze bied je. Dus eigenlijk een begeleiding van dat hele proces. En daarbij, dat is een langjarig proces natuurlijk. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat je de condities, waar ga je zo'n gebouw op baseren, dat je die goed stelt. Uiteindelijk kunnen dan architecten ook het beste gebouw maken. En heeft u tijdens het proces, bent u ook aangelopen tegen obstakels, of wat waren juist hele grote uitdagingen? Nou, de grootste uitdaging is natuurlijk dat vanaf het moment dat het begint, dat je dan na 5 jaar moet er een gebouw staan. En in die tijd moet je een heel plan ontwikkelen met z'n allen. En dan moet je het ook nog bouwen. Dus dat zijn grote uitdagingen voor de architect, maar met name natuurlijk ook voor de bouwers, die ongelooflijk slim en intelligent zijn. En ook hun inbreng dus hebben gehad in dat hele proces. Heel veel bewoners en mensen die vinden het hier lastig parkeren. Heeft u daar zelf over nagedacht of bent u daarbij betrokken geweest bij het nadenken over parkeerplek? Want we hoorden dat bijvoorbeeld rechters soms moeten parkeren in de parkeergarage de Prins, bezoekers, en dat ze dan een stuk moeten lopen. Heeft u daar invloed in gehad? Nee, dat is zeg maar voorafgaand aan het project is dat een heel spel tussen de gemeente, de Rijksoverheid, het ministerie van Justitie en de Raad voor de Rechtspraak. Die maken daar allerlei afspraken over, hoe het met parkeren wordt opgelost hier. Het uitgangspunt van de Rijksoverheid is dat voor de medewerkers hier in het gebouw, daar wordt het parkeren op het terrein opgelost. Dus dat is de parkeergarage die onder het park zit. Bezoekers, advocaten die hier op bezoek komen of pers, ja, die moeten dat op een andere manier zien te regelen. De gedachte is natuurlijk dat die parkeren bij het station. Breda Nu. Je weet het meteen.